Eugène Dubois was iemand die, zoals we dat tegenwoordig zeggen, out of the box kan denken, die grenzen kan overschrijden. Het was eigenlijk een universele wetenschapper. Eugène Dubois dacht in Indië de ontbrekende schakel te vinden tussen de aap en de mens. Hij besloot als arts in het Indische leger te gaan. En toen heeft hij besloten om naar Java te gaan. En op Java, bij de Solo-rivier, bij Trinil, heeft hij dus een aantal resten gevonden van wat hij noemde Pithecanthropus erectus en wat we nu Homo erectus noemen. Voor de wetenschap van vandaag is zijn vondst van onschatbare waarde. Het is werelderfgoed. Het is een hele belangrijke vondst geweest. Ja, eigenlijk de eerste goede overgangsvorm tussen de mensaap en de mens, de echte ontbrekende schakel. Fossielen zijn ook het begin geweest van een hele nieuwe wetenschap, de paleoantropologie. Daar is hij de grondlegger van. En hij staat in heel veel leerboeken over de hele wereld genoemd als een van de beroemde mensen die aan het begin van die wetenschap hebben gestaan. En dat was voor ons de reden om hier in IJsde een stichting op te richten en hem te eren. Omdat we vonden dat Eugène Dubois eigenlijk veel te weinig bekendheid genoot. Zowel in zijn geboortedorp IJsde als in de omgeving hier van Maastricht. En eigenlijk kun je ook zeggen in Nederland. En toen hebben we gezegd, we gaan een stichting oprichten om hem dus eigenlijk de eer te geven die hem toekomt. Hier in het museum hebben we het leven en het werk van Eugène Dubois toegelicht. Sinds een aantal jaren organiseren we 4 keer per jaar een lezing in de kapel van het Ursulinenconvent. Een andere manier om bekendheid te geven is dat we dachten dat we ook in Maastricht en met name aan de universiteit die naam zouden moeten vestigen. De Eugène Dubois leerstoel. En dat is een wisselleerstoel. Leden van het genootschap hebben ook ieder jaar het recht om zelf en ook nog een introducé mee te brengen naar de buitenexcursie. Het laatste waar de leden van het genootschap van gebruik kunnen maken, en ik moet zeggen exclusief gebruik maken, dat is de genootschapsdag. Op een genootschapsdag daar komen allemaal de mensen bij elkaar om de kennis die we hebben op dat gebied van Dubois met elkaar te delen. De lezingen die we tot nu toe hebben gehad waren heel leuk om te zien. Interessante onderwerpen ook. Vooral ja, de onderzoeken die gedaan worden, dat spreekt mij het meeste aan. Dus we vinden dat het ook belangrijk is dat mensen gewoon uit de regio hier naartoe komen. En zeker ook de jeugd is heel belangrijk, want we willen heel graag iets aan educatie doen. Het is gewoon een stukje historie dat bij Limburg hoort. Ik hoop dat heel veel mensen zich geroepen voelen om toe te treden tot het genootschap, zodat dat netwerk steeds groter wordt, zodat er in de regio steeds meer mensen zijn die het gedachtegoed van Eugène Dubois uitdragen en zodat we dus eigenlijk
nog sneller slagen in onze opdracht, in de missie die wij als stichting onszelf gegeven hebben om heel veel bekendheid te geven aan het gedachtegoed van Eugène Dubois.